Dit is een Scale-up Europe introductie met Pieter van Os, waarin we 6 verandervisies delen. En dit is deel nummer 6, de visie nummer 6, van keihard opschalen naar groeien en bloeien. Dit is echt een bijzondere voor mij, om met jou te bespreken, voor duidelijkheid. Wat zou er misschien bijzonder dan? Nou, keihard opschalen. Opschalen, scaling up, dat is jouw onderwerp. Ja, nee, dat is ook een onderwerp. En dat heb ik ook jarenlang gedaan. En daar ben ik ook al enthousiast over. Dus groeien moet gewoon gebeuren. En wat mij betreft mag er ook snoeihard gegroeid worden of knijterhard gegroeid worden. Het probleem is alleen dat als je dit kwartaal 100 doet en volgend kwartaal 120 en het kwartaal daarop 144 wil doen en het kwartaal daarop 175, dat je alles en iedereen uitwoont. De mensen natuurlijk, het bedrijf, klanten, want dan krijg je inderdaad zo'n Amerikaanse verkoper die komt vragen, dan kun je alvast licenties verkopen, want die heb je vast in de toekomst nodig, tot de hele omgeving. En als je kijkt naar de natuur, is er niets, maar dan ook echt, nee, dat is niet waar. Er is wel één ding. Verder is er niets wat snoeihard groeit. Dus er is altijd een cyclus van groeien in de natuur. Dus dat is de lente. Bloeien, dat is de zomer. De opbrengst, de vrucht dragen en voor de continuïteit zorgen. En daarna rust, en dat is de winter. De enige uitzondering wat altijd snoeihard groeit, dat is kanker. En dat is nou net niet wat we willen hebben. Dus hoe zou dat nou anders kunnen? Het pleidooi is dus niet van, nou ja, stop dan maar met groeien. En weet je, goh, we hebben toch best een leuk bedrijf. En zo kunnen we toch ook wel 60, 65 met pensioen. Het pleidooi is om te zeggen, nee, we gaan echt keihard groeien. En groeien vreet energie. En daarna wisselen we dat af met een periode dat we gaan bloeien. En bloeien is dat we tijd en energie stoppen in het vieren van wat we hebben bereikt met de groei. In het opnieuw ontwikkelen van de mensen. Dus dat de mensen, want we hebben, als we keihard groeien, hebben we helemaal geen tijd voor leiderschapsontwikkeling of ontwikkeling van vakmanschap. Maar dat doen we dan in bloeien wel. In bloeien hebben we het erover, hoe is het met de mens? We maken de mens beter, we ontwikkelen de mens. En na een bloeiperiode, net als in de natuur, bij de volgende lente is het weer keihard groeien. Nou, dat is prima. Dus het gaat meer om de cyclus van groeien en bloeien, dan dat die is duurzaam voor het bedrijf, die is duurzaam voor de medewerkers. En dat blijkt nu ook uit onderzoek wat ik aan het doen ben, is ook duurzaam voor de winst. Uiteindelijk, in de long run, is het beter voor de winstgevendheid. Dus mijn voorstel is dat we gaan groeien en bloeien in plaats van snoeihard groeien. Als ik de vergelijking terughaal met het 4 seizoenen in de natuur, maar jij noemt eigenlijk dan 2 seizoenen voor een ondernemer, groeien en bloeien. Wat is dan een moment van rust bijvoorbeeld, de winter? Nou, bij veel bedrijven zie ik en implementeren we groeien en bloeien. Inderdaad, dit kwartaal willen we groeien, we willen er 10 klanten bij hebben. Volgend kwartaal willen we bloeien en dan ontwikkelen we de medewerkers of maken we de systemen eenvoudiger, zodat we daarna weer harder kunnen groeien. Er zijn een aantal bedrijven, en ik heb dat overigens in mijn eigen bedrijf gedaan, en dat is alweer 10 jaar, nou ja, langer geleden, waarin we zeiden, het winterseizoen, dan gaan we bloeien. En wat is nou bloeien? We blijven gewoon werken, maar we nemen afstand van het bedrijf. Bijvoorbeeld door, en dit moet ik even vertellen, we mochten niet de ideeën die we hadden onmiddellijk gaan toepassen. We moesten die ideeën opschrijven. En dat was zo bevrijdend. Het was moeilijk. Hartstikke moeilijk. En het was zo bevrijdend om niet tegelijk met een idee aan de slag te moeten. En dan na dat kwartaal erachter komen en het ideeënlijstje pakken, dat misschien een kwart van de ideeën echt goede ideeën waren en de rest moesten omlachen. Ik ben dat nu, en door corona is het wat bemoeilijkt. Dan werk ik 8 weken in het bedrijf. Dus klanten bedienen, programma's runnen, acquisitie. En 5 weken werk ik aan het bedrijf. Dus het is niet dat ik in de bloeitijd niets doe en op het strand lig. Nee, het is dat ik dan aan het schrijven ben, een nieuw concept aan het uitontwikkelen ben. Dat ik met mensen aan het wandelen ben en gewoon weer nieuwe inspiratie opdoe. Alles weer om de volgende 8 weken, dan en 8 plus 5 is een kwartaal,
om de volgende 8 weken dan weer met volle focus, volle energie, vol met inspiratie weer te werken in het bedrijf. Betekent dat ook dat je dan die 8 weken in principe ook zo min mogelijk werkt aan je bedrijf? Ja, in ieder geval niet grote, niet, ik doe niet opleidingen bijvoorbeeld. Die reserveer je echt voor die bloeiperiodes? Ja, ja. Ja, ik begin elke dag, ook in de, groeiperiode, begin ik met 2 uur werken aan het bedrijf. Maar dan doe ik niet een ontwikkeltraject of zo. Dan is de focus op werken in. Even nog, want het klinkt dan wat tegenstrijdig. Hè? Dus je noemde het er straks dat groeien en bloeien meer resultaat oplevert. Dat klinkt eigenaardig, want in jouw voorbeeld noem je 5 weken bloeien. Dus 5 weken ben je niet in je bedrijf aan het werken. Dus niet bezig direct met meer winst, meer omzet, meer resultaat, meer verkopen. En toch aan het einde van de streep heb je op de lange termijn, en dat is waar we ook voor gaan, en daar hebben we in een andere verandervisie over gehad, de lange termijn heb je meer resultaat. Hoe kan dat? Dat komt omdat door het bloeien, producten verbeteren, mensen meer bevlogen zijn, dus de ruimte hebben om te groeien en daar gewoon en energie weer opnieuw opladen, waardoor klanttevredenheid toeneemt, waardoor ziekteverzuim afneemt en zo zijn er nog een aantal zaken, waardoor uiteindelijk, niet per kwartaal, maar op langere termijn, uiteindelijk de winst toeneemt. En ik doe nu een onderzoek, want we zien dit effect ook heel veel bij impactbedrijven. En dan met name die impactbedrijven die echt, echt impact, authentieke impact bewerkstelligen. En daar ook een identiteit omheen bouwen en daar ook voor staan. Dat die bedrijven veel makkelijker aan mensen komen. Dat die mensen, de goede mensen, langer verbonden blijven aan het bedrijf. En over het algemeen dat ze voor iets lagere salarissen bereid zijn om te komen werken. In ieder geval niet allerlei absurde bonussen vragen, omdat ze mee willen bouwen aan het bedrijf, aan de impact die dat bedrijf heeft. Dat zie je allemaal niet in die winst-verliesrekening van het kwartaal. Dus dat is dan het nadeel. Maar de waardecreatie op lange termijn voor alle stakeholders, die is echt een stuk beter. En wat is dan een echt, echt impactbedrijf volgens jou? Nou, ik ken er veel. En waarom ik even twijfel, de eerste die in me opkomt is Jumeco. Maar ik kan daar die echt voor alle stakeholders die ze identificeren, ook echt waarde toevoegen. We hebben daar overigens ook in een kwartaalsessie hebben ook naar andere aspecten gekeken dan alleen het financiële en het numerieke, maar ook het persoonlijke. En dat levert ook dat levert gewoon zoveel energie en inspiratie op dat daarna weer hard gewerkt wordt om te groeien. Maar er zijn er meer. Zie je dat meer ondernemers willen verschuiven richting impact ondernemen? Dat weet ik wel zeker. Ook omdat ze de voordelen zien. En ik denk dat is wat de wereld nodig heeft. Ik denk ook, en dan komen we weer terug naar die verandervisie nummer 2, ego-leiderschap of authentiek leiderschap. Het werkt alleen maar als je dat qua intentie ook echt wilt. Als je denkt, hey, dit is handig. Ik doe een groen sausje over de marketing en ik ben ook impactondernemer. Dan werkt het op korte termijn, maar niet op lange termijn. Dat zijn korte termijn beslissingen. Ja, zo komen aan het einde alle verandervisies zo'n beetje weer terug. Dankjewel, Pieter. Wil je weten hoe dit groeien en bloeien, want dat is denk ik wel de kern van deze hele verandervisie, hoe het kan werken voor jouw bedrijf, en we zijn het al, dat levert gewoon meer resultaat op. Doe dan mee aan de Europees Scaling Up Masterclass. Je vindt de link hieronder, vind je meer informatie, je kunt je aanmelden en we zien je supergraag. Dankjewel voor het luisteren van deze 6 verandervisies en we zien je een volgende keer weer.